Good morning allemaal. Het is vandaag vrijdag 27 september en ik ben lekker wakker geworden. Ik heb echt een waanzinnige buis. Moet je kijken. Oh, dat is echt heel erg groot. Maar bij mij gaat het altijd best wel snel weg. Als ik er gewoon niks mee doe, als ik het gewoon laat voor wat het is, dan is het ook wel weer snel weg bij mij. Het regent zo verschrikkelijk. Het is zo vies weer. Oh, en ik moet echt over na 20 minuten weg. Ik moet nog even aankleden. Vandaag heb ik weer een voorstelling en een workshop die ik moet geven op mijn werk. Voor de schoolleerlingen waar ik het over had. Ja, een beetje spannend allemaal weer. Maar we gaan het gewoon doen. We hebben het goed geoefend, dus het komt helemaal goed. En ja, vanavond ga ik ook naar een voorstelling van het Nederlands Danstheater. Ook heel erg leuk, de NDT. Met een paar mensen van het gezelschap. Dus het wordt een hele gezellige dag. Fijn dat je kijkt. Outfit of today. Ik heb deze kleding aan. Dit pak weer super leuk. Wat ik had gekocht van de week. Helemaal blij mee. Ik dacht voor vanavond is dat ook leuk voor mij. Het is Nederlands Danstheater. Ja, you guys. Ik ga lekker op de fiets. Ik moet echt door het stront weer. Maar ja, we moeten er toch echt doorheen. Ja, er zit iets op mijn camera. Een klein vlekje, dat moet ik even weghalen. Want het is, je merkt het toch aan het beeld, vind ik. Wereld van verschil. Ik ben trouwens ook helemaal blij. Ik had gisteren, ik had het heel vaag gefilmd volgens mij. Maar niet heel duidelijk. Ik heb nieuwe AirPods. Want ja, die ene die zijn natuurlijk in de put gevallen. Deze is, ze zijn kleiner. En ze zitten toch anders in je oren. Moet je kijken, heel apart. Maar het heeft goed geluid, dat is belangrijk. Ik heb geen noise cancelling, want dat gebruikte ik sowieso al nooit. Ja, omdat ik het toch een soort van eng vind op de weg. En ook gewoon, ik word er ook een soort, ja, het klinkt gek, maar een soort van misselijk van of duizelig. Omdat ik dan niet in evenwicht ben, voor mijn gevoel. Het klinkt heel vaak, maar het is echt zo. Lekker een parfummetje. Ik was even vergeten hoe hard het kan waaien, hoor. Ik was op de fiets en ik kreeg echt nou als een tornado. Het was zo heftig. En die oortjes. Ja, alles. En die pet die waaide natuurlijk af. Mijn gute. Nou goed. We moeten er even aan wedden, hoor. Ik had gisteren helemaal geen daily question gedaan, jongens. Heel erg. Sorry daarvoor. Ja, het kan wel eens zo voorkomen dat ik het gewoon vergeet. Het zit nog niet echt in mijn systeem. Maar ja, ik moet het wel doen. Maar soms dan vergeet ik het even. Nou ja, dan is het een keer een dag niet. Ja, heel erg. Maar ja, ik kan er dan niet van slapen. Ken je dat? Ik kan er dan niet van slapen. Het moet gewoon iedere dag. Ja, dus ik, voor mij was de vlog van gisteren dan heel heftig. Dat durf ik eigenlijk nog bijna niet te posten. Maar goed, het blijft een vlog. Dus, ik moet een nieuwe daily question hebben. En de daily question of today is: wat is je favoriete tussendoor snack? Wat vind je nou echt fijn als je bijvoorbeeld aan het werken bent of je hebt een uitje? Wat is nou je favoriete snack om te eten tussendoor? Nee, ik heb hem te breed gepakt. Wat is je favoriete snack op een werkdag, op een normale werkdag? Dat moet ik zeggen. Ja, dat is de vraag. Oh, maar het gaat regenen. Ik ga gauw onder dat ding, hoor. Het gaat hard regenen. Meid. Dus wat is je favoriete snack tijdens een werkdag? Laat het even weten in de comments. Bij mij is dat dus eigenlijk echt wel gewoon een stuk fruit. Dat vind ik zo lekker. Ja, of een koekje. Nee, een koekje. Toch een koekje. Ja, nee, een koekje. Ja, fruit vind ik ook wel heel lekker, hoor. Maar een koekje. Met tram. Hier. The rain. Jee! Laat zo. Oké, het ging heel goed hoor. Het ging goed. We hebben net de show gehad. Yay! En we gaan nu de workshop doen. Dus let's go. Let's go. Gaan meemaken. We moeten een stukje naar buiten. Ja, was goed hè? Goed, goed, goed. Ja. Ga bellen. Oké, we go for it. Yay! Workshop time. Oh my god, in the rain. Ugh. I don't like. Ah! Ah! Oh! Oh, wat heftig. Oh, oh my god. Goed, wow, je ziet het aan mijn haar. Ik ben er helemaal
uitgeweid van. Nee, de workshop ging goed met de kinderen. Joh, het is altijd een feestje. Kan ons het schelen. We hebben nu lekker repetities. Nog even tot 6 uur. Het is nu 3 uur, dus we moeten nog wel eventjes. Maar daarna zijn we lekker klaar voor vandaag. En dan gaan we lekker naar NDT. Super veel zin in met een paar van de groep. En het is zo vies weer. Het is aan het regen, aan het doen. Oh. En ik moest zo lachen, want die kinderen die herkennen mij natuurlijk. Dus ik kom dan opgerend, ik doe dan mijn dans. En dan zie je ze allemaal zo. Jezus, is dat Jezus, is dat Jezus? Je hoort dat geroezemoes. Nou, ik heb het dan gewoon even niet meer hoor. Ik vind het zo heftig. En ook allemaal vragen gingen ze stellen over TikTok en zo. Oh. Ik zit die hele show zit ik gewoon te vernachelen. Doordat ik er ben of zo. Ik weet niet. Maar het was leuk. Het was goed. En iedereen een handtekening geven. Ja. Het was me weer een hele ervaring, kan ik je zeggen. Ja. Oh, het regent zo hard. Hoor. Wahaha, ik ben thuis. Ik wilde eigenlijk nog vloggen buiten, maar het was zo erg aan het regenen. Ik had er helemaal geen trek in, dus ik dacht, ik wacht lekker terwijl ik binnen ben. Ik ben helemaal nat, even mijn broek moet even drogen, want dit wil ik vanavond nou nog zojuist aantrekken. Normaal, in mijn hoofd zit ik van, als ik met Wouter, toen ik altijd naar het Nederlands Danstheater ging kijken, of naar een voorstelling ging kijken, gingen we altijd in de stad even wat eten. Maar op een of andere manier dacht ik dat we samen wat gingen eten met z'n allen. Maar iedereen ging naar huis, wat helemaal niet erg is, maar dat moest ik even nog analyseren. Dus ik moet ook even nu snel wat eten en dan ga ik daarna gewoon weer terug. Ja, ik denk over 20 minuten alweer. Oh my god, maar ik wou ook even die tas droppen, dus ik was eigenlijk maar voorbij. Die zware rugtas, verschrikkelijk. My god, we zijn terug op mijn oude school. Oké, jongens, we zitten in de zaal. Het is zo grappig om weer hier te zijn. Ik weet niet. Ik heb het gevoel alsof ik hier met Wouter ieder moment zit en naar school ga of zo. Heel exciting! Yeah. Thuis, oh mijn haar. Het is zo hard aan het regenen. Het is niet normaal. Ik ben weer helemaal nat. Helemaal doorweekt. Nou, het was heel gezellig maar bij de Mac. Ik heb nog nooit zo lang bij de Mac gezeten. We zaten echt lang te kletsen en te doen. En uiteindelijk dachten we ook weer van, ja, weet je, we gaan naar huis. Het is gewoon klaar. Ja, op een gegeven moment heb je het dan ook wel weer gehad. Het was zo slecht weer. Ik dacht, nou, ik ga ook niet even naar de stad. Ik heb er helemaal geen zin in. Lekker naar huis, lekker, het is 12:30, ik vind het ook genoeg. Ik heb zo'n dorst. Waanzinnig. Soms heb ik gewoon zo dorst. Goed, lief allemaal, ik ga lekker de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Morgen is het weer zaterdag. Morgen heb ik een shoot op mijn werk. En in de avond een verjaardag. Ik heb er waanzinnig veel zin in. Ik hoop jij ook. Wees er morgen gewoon weer lekker bij. Nou, ga maar allemaal heerlijk eerst slapen. En dan zien we elkaar morgen weer. Dag!